Welkom bij deze tweede video over cryptografie. Om te beginnen heb ik voor jullie weer een versleuteld bericht. Kijk of je het kan versleutelen en zet zo nodig even de video stil. Welkom terug. Is het je gelukt? Misschien wel, misschien niet. Maar je hebt vast ontdekt dat dit bericht niet is versleuteld aan de hand van Caesar-rotatie. Dit bericht is versleuteld aan de hand van enkelvoudige substitutie. Wat houdt dat in? Stel, we nemen weer twee keer het alfabet. Net zoals bij de Caesar-rotatie. Dan is nu niet het tweede alfabet simpelweg verschoven ten opzichte van het eerste, waarbij de volgorde van de letters behouden is gebleven. In plaats daarvan wordt elke letter naar een andere letter in het alfabet verwezen. De naam van deze sleutel is simpelweg deze volgorde van letters. Korte vraag aan jullie. Hoeveel verschillende sleutels zijn er bij enkelvoudige substitutie? Zet ze nodig de video even weer stil. Omdat het antwoord van deze vraag gebruik maakt van combinatoriek, zal ik hem wat grondiger uitleggen dan die bij de Caesar-rotatie. Als je nou kijkt naar zo'n sleutel en je hebt het alfabet, dan kan die eerste letter A kan naar 26 andere letters worden verwezen. Naar de A zelf, naar de B, naar de Z. De B kan daarna nog maar naar 25 andere letters worden verwezen, want de A heeft al één plek bezet. Vervolgens kan de C nog verwezen worden naar 24 posities, de D naar 23, etc. tot aan de Z, die nog maar naar één positie kan worden verwezen. In totaal is die combinatie van deze letters uit te rekenen door ze te vermenigvuldigen. Er zijn dus 26 faculteit verschillende sleutels. Of, net zoals bij de Caesar-rotatie, kan je je afvragen of het er niet 26 faculteit min 1 zijn. Omdat de versleuteling waarbij A naar A gaat, B naar B, etc. eigenlijk geen effectieve versleuteling is. Nou, terug naar het bericht. Hoe gaan we dit nou ontsleutelen? Bij het ontsleutelen van een bericht dat is gemaakt met enkelvoudige substitutie, kunnen we wederom kijken naar de frequentie van letters in de Nederlandse taal. En die van het bericht. Als we die op elkaar leggen, dan zien we dat het niet simpelweg een verschuiving is. Wat ook logisch is, want we hebben de letters door elkaar gehusseld. We kunnen dus ook niet simpelweg de grafieken op elkaar schuiven. Maar we kunnen wel een paar kenmerken zien. Zo zien we bijvoorbeeld dat de letter die het meest voorkwam in ons bericht de B was. En in het Nederlandse taal is dat de E. Dus waarschijnlijk is letter B de letter E. Maar daar houdt het dan ook weer een beetje op. We weten bijvoorbeeld niet of de E, de M of de W in het bericht hoort bij de N in de Nederlandse taal. Want dat zijn de meest voorkomende letters. Nou, dan kunnen we een tweede grafiek gebruiken. En die gaat in op lettercombinaties in de Nederlandse taal. Dit is een grafiek waarin je ziet welke lettercombinaties het meest voorkomen in de Nederlandse taal. In ons bericht kunnen we daar ook naar kijken en die kunnen we erop leggen. Je ziet dat hier een aantal staven even hoog zijn. Dat komt omdat het bericht vrij kort is en een lettercombinatie komt dus ofwel 3, ofwel 2, ofwel 1 keer voor. De vertekening hierin is heel groot. Ik heb namelijk zelfs de 20 lettercombinaties die 1 keer voorkomen er afgehakt. Dus daar gaan we nu niet naar kijken. We kijken alleen naar deze eerste 6. De eerste staaf. Waarschijnlijk is deze link wel correct, omdat we wisten dat de B de E werd. En dus dan wordt BM EM. De combinatie die het meest voorkomt. Dus de M van Maria wordt de N van Nico. Vervolgens kijken we nog even verder. Dan valt mijn oog op deze combinatie. Want hier wordt de M een N. Hetzelfde als hier. Dus waarschijnlijk is deze ook correct. Dus laten we ook proberen om de F door A te vervangen. Daarna wordt het wat lastiger. Bijvoorbeeld bij deze. Hier hebben we twee lettercombinaties, BS en BW, die allebei even vaak voorkomen in ons bericht. Die beginnen dus allebei met de E, omdat we hadden bedacht de B is de E. En er is er één in de Nederlandse taal, namelijk ER, die ongeveer even vaak voorkomt. Maar welke van deze twee is nou die ER? Nou, daar kan dan vaak de frequentie van letters in de Nederlandse taal weer bij helpen. We kunnen namelijk kijken of de S of de W even vaak voorkomt als de R in de Nederlandse taal. Dus hier zie je de grafiek. De R is in de Nederlandse taal en we willen weten of de S of de W uit ons bericht het daar dichtbij in de buurt komt. En ik gok dat de S is. Nou, ook dat kunnen we weer toepassen. En zo kun je stapje voor stapje doorgaan. Misschien maak je fouten, misschien niet. Uiteindelijk, als je een leesbaar bericht vindt, weet je dat je het goed hebt gedaan. Probeer het nog eens. Is het je gelukt? Dan heb je, als het goed is, weer hetzelfde bericht gevonden als bij de Caesar-rotatie. Over 3 dagen vallen we de tegenstander aan.
Als het bericht nou langer was geweest, hadden we ook gebruik kunnen maken van lettercombinaties van 3 letters. Nou, wat heb je geleerd in deze video? We zijn gaan kijken naar enkelvoudige substitutie. Dat is een substitutie waarbij iedere letter naar een andere letter in het alfabet verwezen wordt. Er zijn in totaal 26 faculteitssleutels, wiskunde gezien dan. En je kan het bericht ontsleutelen aan de hand van frequenties van letters in de Nederlandse taal of van lettercombinaties van 2 of 3 letters. In de volgende video gaan we kijken naar het Figiere systeem. Tot dan!